Ik bel me in, maar wat? Ja, maar ik word je al je dingen heb ik al goedgekeurd. Hij heeft dat tot goedgekeurd, toch? Kijk hier. Dezelfde perceel is verdeeld aan andere mensen. Ik ken ook mensen bij GWD. En op een gegeven moment ben ik mijn probleem gaan aankaarten. Ik zeg, luister, jullie gaan problemen krijgen, want er is een meldpunt. Presidentiële meldpunt, een meldpunt. Weet je wat ze hebben gezegd? Dat heeft geen juridisch kader. Het is, we hebben het in de prullenbak gegooid. Zo praten ze daar. Hè. Zo praten ze, zo brutaal zijn ze. Dat heb ik gewoon gezegd. Wat gaat er weer hier? Dus we hebben de mensen een beetje opgeroepen die grondproblemen hebben om hier het een en ander te bespreken en kijken wat voor problemen zij hebben zodat we het een en ander kunnen bundelen, want ik ben van plan om een petitie aan te bieden aan de DNA, voorzitter en leden van de DNA en ook aan de president. Kijk, we hebben hier wat stukken. Als ik kopieën heb, dan... Ik heb kopieën, ja. Wat voor grondproblemen? Nou, kijk, Leidingen staat bekend dat het hier grondhuurpercelen zijn. Onze voorouders, onze vaders, onze ouders, we hebben hier aan landbouw gedaan. Het zijn landbouwgronden. En wat bleek dat wanneer die grondrecht vervalt, dat, en wanneer je dat hebt ingediend voor verlenging, dat anderen ermee vandoor gaan. Dat functionarissen op het ministerie van GBB meewerken, dat niet jij in aanmerking komt, maar dat personen, andere personen worden bevoorrecht en dat hun aanvragen worden goedgekeurd. En zonder dat jij het weet is jouw perceel in 4 of 5 delen verkaveld en uitgegeven aan andere mensen, wat een onrechtmatige daad is. Want de mensen zijn er zat van, sommigen, ik zeg het je, 20 jaar, 25 jaar, zoveel jaren, en ze krijgen één standaard antwoord. Het is in behandeling. Ja, is nog in behandeling. Waar is in behandeling? Bij wie is in behandeling? Hoor je niet eens. Maar zo meer dan 12 jaar van mij. Mensen zijn al overleden. Mensen zijn al overleden. Verschrikkelijk. Ja. Terwijl 9 zijn ze gekomen. Alles hebben ze mevrouw die ze hebben gekregen een cadeau. Tot de dag van vandaag niks. En binnen dit vanaf 19 tot en met nu 33 zeker 10 keer een stukje moeten weer hetzelfde deponeren. Cadeautjes nog onderweg. Verschrikkelijk. Ik ben ook slachtoffer geworden, dus afgelopen donderdag stuurde een landmeter een kaart voor mij en zei van, meneer Gourdayal, u heeft het nog niet door, no? Maar uw terrein wat u heeft aangevraagd is verdeeld en 5 stichtingen hebben dat perceel gekregen. Dus ik was even verbaasd en toen heb ik acties ondernomen. Overal hier en daar informatie opgezocht, de advocaat op gebeld, want ik ga een rechtszaak van maken, want dit kan niet. Want ik heb 5 maanden voordat het grondrecht zou verlopen, heb ik de aanvraag gedaan met alle stukken, dat ik de eigenaar ben en dat van rechtswegen ik de eerste eigenaar ben die recht op maakt of een verlenging. Maar nu gebeurt er dit. Dus ik roep ook alle mensen op in de districten. Slaapt u nu? Gaat u naar hypotheek? Gaat u naar Glis? Vraagt u een hypothecair uittreksel? Want daarop staat wie de rechtmatige eigenaar is. Dan kunt u nog zien of u nog de eigenaar bent of dat uw perceel verdeeld is. En aan andere mensen is uitgegeven. En het is 2001 ingediend en nog steeds niet behandeld. Zo zijn er een heleboel andere aanvragen. Kijk, dit is een LAD-nummer. Dit is 12 maart 2013. Ook nog geen besluit genomen. Dus 10 jaar. Op bepaalde zijn hoor ik nu, zijn al uitgegeven. We hebben hier gezien dat meerdere mensen hun percelen zijn uitgegeven. Maar we hebben hier ook mensen waarvan de aanvragen al 10, 12 jaar lopen. En telkens wanneer ze naar GBB gaan, dat ze zeggen, uw stuk is in behandeling. En dat is hetzelfde met mij geweest. Ik ben vanaf 2020 bezig met mijn verlenging. En telkens wanneer ik vraag, ja meneer, uw stuk is in behandeling. Uw stuk is in behandeling. Totdat ik donderdag boodschap kreeg dat mijn perceel verdeeld is en aan anderen is uitgegeven. Dit is ook 2001. Dus zo ziet u dat
mensen 10, 20 jaren dus wachten op een besluit van de minister van het ministerie van GBB. De regering had ook aangekondigd dat ze gronden terug zouden nemen die niet in cultuur zijn gebracht, die gewoon boesboesie aan het worden zijn. Ja, dus dat moet ook aan de mensen. Er moet een bewustwordingscampagne worden gevoerd. Kijk, soms zijn mensen niet ervan bewust. Ze hebben even niet opgelet en hun perceel is even overwoekerd. Maar dat geeft niet het recht aan andere mensen om aan te vragen. Ik bedoel, als u een keertje zonder rijbewijs heeft gereden, dan kijkt de politie een beetje door de vingers van meneer, u moet wel met uw rijbewijs rijden. Of wanneer uw auto niet gekeurd is, zeggen van meneer, we geven u kans. Gaat u uw auto keuren? Maar volgens goed fatsoensnormen, kijk, ik heb bijvoorbeeld mijn aanvraag voor verlenging ingediend. Mijn telefoonnummer staat daar. Men kan toch uit goed fatsoen mee gebeld hebben en gezegd van meneer, luister nu, uw aanvraag voldoet niet aan de normen, wilt u daar en daar nog voldoen? Toch? Dat noem ik beschaafdheid, dat noemt men fatsoensnormen. Maar het leek alsof als hier op het ministerie van GBB zitten en die zitten te loeren wanneer jouw grondrecht vervalt, dat ze dat direct inpikken. Dat is grondroof. Dus in de praktijk is het erf waar jullie al 3 generaties op zijn en waar er een huis op staat, dat je nu nieuwe buren erbij hebt. Moet jij dan verhuizen? Dus dat is het. Kijk, als je een perceel hebt, je hebt families naast elkaar en ineens komen vrienden daar wonen. Je wil best wel met je eigen familie, je wil naast je moeder wonen, weet je. En je hebt zoveel jaren landbouw gedaan. Dan wil je toch daar blijven. Dus als ministerie zegt, we gaan je compenseren. Dan krijg je een of ander bos als compensatie. Wie heeft wat daaraan? Ik wil mijn terrein hebben dat ingepolderd is, waarop ik landbouw heb gedaan. Ik wil tussen mijn familie blijven. De technologie is zo ver nu. Maar ze willen niet meer op zijn oud systeem werken, dat ze hun kunnen frauderen. Ik heb aangekaart in de commissie, alles overal, maar niemand luistert. Niemand wil dat doorgeven. Er zijn systemen ook de DC kan beamen. Dat je eenmaal de input doet, gaat de tweede aanvraag niet meer, gaat die terugstoten. Gaat die terug te gooien. En dat kan niemand meer veranderen. Dan ben je de enige aanvrager. Weet u wat er gebeurt? Kijk, de percelen hier op leiding zijn 1,5 hectare. Je ouders hebben een huis voorop gebouwd. Achterop, kijk, ik heb hier rijst geplant. Toch, we hebben een landbouw gedaan. Je gaat niet 20 huizen op dat perceel bouwen, want je wil volop een landbouw doen. Dus je hebt voorop een huis. Wat doet men? Men meet een stukje uit alleen waarin je huis staat. Die laat men voor jou en de rest verkavelt men. Toch? En dat zou eigenlijk niet mogen. Toch? Want je oefent landbouw daar. Dus als ik het goed begreep, dan is het watergrond weggegeven dat al in cultuur is. Ja, dat in een grondhuur, dat in grondhuur was uitgegeven. Maar ja, dat in cultuur. Maar zelf voor je hebt een jaar even niet gewaagd door water. Overlast was je terrein onder water. Dat is met mij gebeurd. Ik heb foto's gestuurd voor grondinspectie. Kijk, dat was mijn aanplant. Maar door de wateroverlast is alles doodgegaan. Dus ik ben weer bezig mijn grond in cultuur te brengen. Door de regen kon ik mijn grond niet ontbossen. Maar nu ben ik bezig te ontbossen. Dus wat doet men? Je terrein is 1,5 hectare. Men meet ongeveer 30 meter waarop je huis staat. En de rest verdeelt men. Dat is toch... Zonder je te melden. Zonder te melden. En je telefoonnummer staat daar. We moeten niet zaken onder stoelen en banken gaan schuiven. Het is de waarheid dat men gewoon bewust bezig is. Een groep in Wanica, Saramaka, Kommerwijnen, de kiesdistricten vanuit waar de president de meeste stemmen heeft gehaald, ja, dat men daar problemen aan het veroorzaken is. En in de wandelgangen heb ik ook gehoord dat partijenvoorzitters, andere partijvoorzitters, ook heel wat uitlating heeft gedaan. Uno zit in grondpapier af voor die man. En zo alleen kan de partij van waaruit de president gekozen is minder stemmen gaan behalen in 2025. Want dat wordt ook in de wandelgang gezegd. En ik durf dat te zeggen. En als mensen met mij in debat willen gaan, van wie dan ook, van welke andere aan de kant dan ook, dan ben ik bereid om te komen.
Want niet dat meneer Fredde nog allemaal. Ja, want we moeten opkomen. En daarom zijn we vandaag hier. Wat gaan jullie nou doen? Eigenlijk, we gaan landelijk mobiliseren. Toch? En dan een petitie aanbieden aan de DNA, de voorzitter en de leden van de DNA. En ook aan de president van de Republiek Suriname. We hopen dat de president nou echt maatregelen treft tegen de functionarissen die niet goed handelen. Laat ik het zacht uitdrukken. Die niet goed handelen. Dat in de verkiezing, de kandidaten lopen mee. DNA-kandidaten. Waar zijn die DNA-kandidaten nu? Ze gaan niet meer komen op de lijst. We moeten nieuwe mensen zetten. Ik heb alle kandidaten uitgenodigd. Geen enkele reactie. DNA. En ministers. En wie is de trekker van ons? Wie beschermt ons? Niemand.